Welcome to Baku. 30 minutes of qualifying to decide the grid, and in an era of car park size runoff, we'll have the exact opposite of that here. Finding some spare track will be vital to take pole position and those 4 points today. Van Dutch Gaming, welkom bij een gloednieuwe video. Je dit kanaal veel zin in, kun je niet op dat duimpje klikken en vast abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen in onze soort van F2 carrière, oftewel championship, met Nick de Vries. We halen een mooie kwalificatietijd, dat is de pole position. En daar waren we blij mee. Fantastic. Forza. Prema Racing Forza. Nou, op naar de race. Welcome back to Baku. We're on the edge of the Caspian Sea in a bustling, vibrant capital, which for only the third time plays host to Formula 2. It's 3.7 miles around each lap of the Baku City circuit with 7 rights and 13 lefts, giving us a total of 20 corners. Keep an eye out for the safety car today. This circuit already has a reputation for incidents, and it's only going to be worse in these conditions, particularly through the incredibly narrow Turn 8. Alongside me today, I'm delighted to welcome back to the commentary box the 2012 GP2 champion, Davide Valsecchi. There looks to be a challenging race ahead of the drivers today, Davide. With that in mind, what are you looking out for today? Well, Alex, I want to see how the drivers at the back of the grid are going to hold up. They'll need to make an impact in the early stages, and they're probably hoping for a bit of luck at the start. We may see some bold maneuvers out there today. As the engineers make their last inspection of the cars, let's take a look at today's grid order for the race. Nick de Vries starts from pole position, with Lando Norris alongside. Looking down the rest of the grid, we have Albon, Giotto, George Russell, and Galeo. Fukuzumi, Cuoco, Tete Camara, Jack Aitken, Merri, Markelov, Dorian Boccalacci, and Latifi, Lirandi, Makino, Delatraz, and Maximilian Günther. Maini and Nico Kari completes the grid. Now it's almost time to lights out. So let's go down to the track. Aangekomen bij de race waar het dus regent. En waar wij met elkaar hier met de Ros konden zien is dat regen niet mijn beste ding is. En laten we hopen dat het in de Formule 2 wel zo is met een gelijkwaardige auto. Hopen dat het mee zit in de regen. We komen hier goed weg bij de start. Hebben we weer overstuur. Dus dat betekent alweer wat voor de race dat het niet heel goed kan komen dit. Want hier worden we al ingehaald door Albon. Ik probeer hem hier nog uit te remmen. Dat lukt net. Maar hier gaat Albon ons ook gewoon pakken. En ik accepteer dat. Wel, ja, nog wielbengend. Maar ja, dat heeft veel weinig nut. Albon is sneller. Dus ik heb ook besloten om hier niet uit te remmen. Omdat dat veel te veel risico is. Vooral in de regen nu. En dat risico wil ik eigenlijk niet gaan nemen. Albon zullen we de hele race ook niet terug gaan zien. Die zouden eigenlijk ook weg gaan rijden helaas. Dat vind ik best jammer, maar ja, het is niet zo. En dan in lap 1 hebben wij een frontwing probleem. En dat levert dit resultaat op. Ik kon niet meer insturen. En ben ik gecrashed. En word ik hier nog een keer gebeukt door Sette Camara. En dan krijgen we opeens een epische crash te zien. Met bij betrokken 8 auto's. En dan in de pits heb ik ook nog even frontwing helemaal eraf gereden. Dramatische race voor Nick de Vries. Hier op Azerbeidzjan in de Future Race of de Sprint Race. Ik weet niet hoe dat even heet. Volgens mij is het Future Race. Maar in ieder geval moet de hele frontwing eraf. En zien we opeens een rare keuze. Gaat hij naar de medium compound? Dat is ook niet heel handig, lijkt me. Want het regent nog volop en hij gaat naar de mediums. Terwijl Günther, die ook in de pits is, naar wets gaat. Ah, gruwelijke mispits. Of er moet opeens te voelen zijn voor de Vries. En dan zien we het. Ja, hij gaat direct wijd. Ja, dit is einde race denk ik voor de Vries. Dat die gaat geen punten meer halen. Het publiek juicht. Die ziet nu eindelijk weer wat spectaculairs hier in Azerbeidzjan. Maar de Vries vindt dit niet zo leuk, kan ik jullie vertellen. En ja, die auto heeft geen grip. Dat is zo te zien.
Die auto had zelfs een toeren niet eens. En daar gaat de frontwing. It'll need replacing if it takes too much damage. Ja, en daar is hij weer. Het team heeft een hele verkeerde keuze gemaakt met Nick de Vries. The new strategy is available on the MFT. Damage to your wing. En daar is de volledige rode frontwing. Ik denk dat we de Vries kunnen afschrijven. En daar is het band eraf voor Nick de Vries. Eindrace voor de Nederlander. Hopen dat het voor hem in de sprintrace beter gaat. Daar wordt eenmaal harder op gescoord. Op naar de volgende race. It's been coming for a while, this one. What an excellent win for Dams. And I have to wonder, Davide Valsecchi, just what set them apart from the competition here? Simply, they are just a better driver in the way. Here in Formula 2, we know the car are the same, so it's not down to machinery. They can just handle the weather better than everyone else. I mean, they can have the throttle open longer, they can push more, brake later, and are able to handle it all. They make it look like they have a much faster car, but it's a pure skill behind the wheel. Really incredible drive. And I can see our drivers making their way out now. It's been a sublime team performance, and it's the culmination of a lot of hard work. Dams are your winners today. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. George Russell takes the lead of the Drivers' Championship. There looks to be a challenging race ahead of the drivers today, Davide. With that in mind, what are you looking out for today? Well, Alex, I want to see how the drivers at the back of the grid are going to roll down. They'll need to make an impact in the early stages, and they're probably hoping for a bit of luck at the start. We may see some bold maneuvers out there today. Een zware race dus dit voor Nick de Vries, aangezien hij helemaal een beetje van achter moet starten. En het is ook helemaal zo, van achter start Nick de Vries. En dat wordt dus moeilijk punten halen voor de Nederlander. Met de gelijkwaardige auto's moet het wel lukken, want de Vries heeft talent. En dat talent kan hij laten zien hier in Azerbeidzjan. Voor hem en bij Gunther kan Kari direct, die krijgt een beetje een beuk van de Vries. Maar ja, iedereen zit daar ook een beetje tremmen. En dan kan de Vries daar direct drie man pakken, De La Tra. En kan hij ook Makino pakken. Makino zit ernaast. De Vries krijgt het voor elkaar op die auto. Ja, Makino is sneller. Makino is sneller dan de Vries. En dan Latifi. Latifi krijgt een kleine beuk. De Vries wou het voorkomen, maar kon net niet op tijd remmen. Aangekomen bij Latifi. Ja, en de Vries gaat het hier gewoon doen. Hij heeft de ballen om hem hier te laten staan. Hij heeft de ballen. Niemand zal hierin halen, maar de Vries doet het. Een soort Max Verstappertje. En het is goed gelukt. En hier heeft hij veel meer pace dan Aitken. Wat heeft Aitken? Of is de Vries gewoon sneller in zijn exit? Dat denk ik, maar de Vriese auto kan het niet hebben. Want dan kan de auto van Aitken opeens weer sneller optrekken. De auto van ART is snel. Maar dan is de Prema toch klaar. En die overstuur, jongen, dat is niet normaal.
Zo, en daar heeft Maini even een overstuur en dan heeft de Vries die plek makkelijk. Ja, de Vries is lekker bezig hoor, binnen twee laps om daar van P20 naar P13. En Lando Norris moet er zelfs aan doen, want Lando Norris is een beetje... Ja, nou heeft Russell natuurlijk in de championship de Vries ingehaald. De Vries stond eerste. Maar Norris doet ook mee in die championship en staat derde. En die wordt hier gewoon ingehaald door Nick de Vries. Althans, Norris trekt ook weer sneller op dit moment. Zit daar weer voor, maar Norris raakt de Vries, waardoor de Vries Markelov voorbij kan. En Norris achter Markelov zit. En daar de race, de Future Race winnaar, Albon. Albon heeft DRS, maar de Vries probeert te profiteren van zijn slipstream. Hij gaat hem ernaast zetten op een plek waar ik had verwacht dat hij maar de binnenkant wou neerzetten, maar die Albon natuurlijk verdedigde. Mary. En dit is natuurlijk de inhaalactie van de dag. De FIA heeft het niet bestraft. De Vries komt hierin. En ja, laat geen ruimte over voor Mary. Mary crasht als volgt. Er is geel. En dan lijkt de Vries voldoende damage te hebben. Want ja, ja de grip is niet is ver te zoeken bij de auto. Maar ja, in ieder geval dat terzijde heeft de FIA niet bestraft. En dan is hier Laurent die ook piece of cookie voor de Vries. En dit zijn de eerste punten voor de Vries. Want het was vanaf P8. Krijg je punten in de F2. Maar Lorandi heeft daar weer betere pace door DRS. Maar dit doet de Vries weer heel goed. Oh. En... Fukushima is ook gedaan. Maar ja, daar rijdt de concurrent van de Vries, Russell. Maar ja, die zou die niet gaan inhalen, want natuurlijk komt start finish eraan. Het is al lang knap dat de Vries zo hard weet weg te rijden bij Fukushima. Dat is ongelooflijk. Wat een race, zet de Vries hier neer. En een geweldige race. Nou mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan van zeker niet dat het duimpje op te klikken. En dan vast te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zie ik jullie later. Later mensen. A great win then for the Carlin team today. And Davide Valsecchi, give me your thoughts. How did they accomplish this result? I think this race was won thanks to the tire management. You have to remember, it's not just about going as fast as you can. It's about consistency. It's about maintaining your speed over an entire race distance. So being able to keep the lap time competitive while still respecting the tires, that's where they won today. And there you have it, today's winners. Having raised some of the biggest names in F1 to date, Carlin have once again shown their expertise when it comes to recruiting new talent. No doubt today's winners have a bright future ahead of them. They certainly deserve it after today's performance.